Ik ben eigenlijk in contact gekomen, wat eigenlijk heel grappig was, eigenlijk via een vrouw. Oké. Okay. Via een vrouw die eigenlijk interesse in mij had. Oh. Yo bro. Yo. Yo man. Yo bro man, dat was goed man. Dat was goed joh. En geleden ja, is man. Bro, dat is... Bro, kijk goed man. Ja, ik niet klagen man. Hoe is het ermee? Mijn business is booming baby. Lang geleden man. Heel lang geleden bro. Ja man, zeker een paar jaar denk ik. Ik denk 5 jaar of zo minstens. Ja bro. Wauw bro, hoe is het bij jou man? Goed, goed in orde man. Lang geleden dat ik hier in deze straat ben geweest, in deze buurt ja. Turnhoutsebaan. Wow, man. Ja, man. Lang zijn die geleden? Sinds school. Damn, bro. Ja, broer, jij bent ook lekker bezig, hè? Hé, hey, broer, doe ons ding, man. Ja. Man. Nou, het werken, thuis uit. En daarnaast ook gewoon met mijn eigen boeken bezig. Oké. Dus, ja, man, het is echt wel heel... daarmee dat ik inderdaad eens een gesprek met u wil hebben, inderdaad. Ik weet dat veel mensen u onder mindbow muscles kennen, als ja, ik dat goed uitspreek. Dat klopt. Dus ja, ik hoop dat jij een beetje kunt vertellen wat dat juist allemaal inhoudt, hè, en wat jij daar allemaal juist mee doet. Met mindbow muscles? Ja, mindbow muscles inderdaad. Mindbow muscles is eigenlijk... ik ben ook personal trainer, eigenlijk in bijberoep. Ah, dus okay. Dat is mijn job. Ja. Ook dat is het feit dat ik natuurlijk ook auteur ben. Oké. Okay. Dat is eigenlijk echt gewoon de movement. Dus eigenlijk mensen helpen af te vallen, bij te komen in spiermassa. Ja. En daarnaast ook gewoon begeleiding te geven van wat te eten of hoe ze zeg maar uiteindelijk hun doelen moeten realiseren op basis van hun doelstellingen. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een beetje. En af en toe doe ik ook zo van die filmpjes met andere personal trainers of andere gym rats, zeg maar, die het leuk vinden om, of om voldoening halen uit, okay, uit het trainen en zo. En maken we soms gewoon samen video's en proberen dus gewoon een dus video mensen, te mensen kunnen je gewoon echt letterlijk boeken om, om door u getraind te worden eigenlijk? Tuurlijk. Het is inderdaad nu wel een beetje moeilijker met de corona en zo. Maar je zult wel blij zijn met de fitness terug open gaan. Amai, zelf, amai nog niet. Daar kan ik ook zelf ook helemaal er wel terug voor gaan. Ja. Want allee, ik kan eerlijk zijn, ik train ook wel nog thuis. Ja. Maar echt zo intensief als in de gym, dat is een heel groot verschil. Want je kunt inderdaad ook gewoon thuis trainen. En, body weights. Ja, tuurlijk man. Oefeningen doen. Ja man. Maar dat is helemaal niet hetzelfde bro. Ja, zeker wel. Ja. Dus, natuurlijk ja, mensen die een beetje zo'n eigen gym inrichten bij hun thuis. Snap je bro. Maar ja, dan moet je al de plaats hebben, de ruimte, toestellen. Klopt. Dus nu, wat ik nu eigenlijk gewoon doe, is 1, ik train thuis. Ja. 2, ik ga af en toe naar het park. Of ik heb een vriend van mij die eigenlijk een eigen garage heeft met eigen toestellen. Okay. En dan train ik daar gewoon ter plaatse. Okay. Maar ja, hij heeft ook andere mensen die hij wil te trainen, dus dat kan niet altijd. Tuurlijk. Het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. Ja. Maar we proberen gewoon te doen wat we kunnen bro. Ja. En hoe is het je daar eigenlijk op gekomen dan? Is dat iets dat je altijd hebt gehad? Of ik bedoel daar eigenlijk dan mee dan, dat je zoiets hebt gehad van ik wil mensen trainen of personal coach worden? Dat is eigenlijk redelijk diep eigenlijk, want ik was eigenlijk vroeger zelf ook heel dik, mollig eerlijk gezegd. Ja. Ik was vroeger mollig. Ah, ja, ik heb wel eens een foto gezien denk ik. Ik was vroeger eigenlijk mollig en mollig. Dat was, ik weet niet, ik denk dat ik toen in tweede middelbaar of eerste middelbaar zat. Ja. En ik had er gewoon genoeg van bro. Niet dat ik zo gepest werd of zo, maar eerder in de zin van dat ik zo dacht van bro. Je hebt gewoon een kliksje gehad waarbij je ineens zoiets had van moet iets veranderen. Exact, ik moet gewoon veranderen, ik moet gewoon iets veranderen, maar ik wist gewoon nog niet hoe. Ja. En wat ben ik dan gaan doen? Ik ben dan in aanraking gekomen met verschillende mensen die er al lang mee bezig waren. Ja. En mij dan een beetje begeleiden van kijk, je moet dat en dat eten of je moet dat en dat doen. Ja. En dan ben ik het zelf gaan uitzoeken, ben naar de gym gegaan, ik heb mijn abonnement aangemaakt. Ja. En de rest is geschiedenis. Exact. Ja, man. En zo is het eigenlijk gewoon gebeurd. En ik
Dus ik echt super, ja, ik vond van mezelf dat ik toch wel mollig was. Ja. En dan ben ik serieus afgevallen, dus heb ik echt wel een streng dieet gevolgd. Maar heb ik me echt puur gefocust op cardio. Ja, ja. En met de tijd heb ik dan ook iemand anders tegengekomen die dan ook al heel lang bezig was. Ja. En ja, hij was echt meer gefocust op spiermassa, op spiergroei. Ja, ja, ja. Dus ben ik daar wat informatie gaan vragen om te weten hoe hij het juist deed. En met die informatie ben ik uiteindelijk zover geraakt om dan uiteindelijk iets van te maken. En om beest te worden. En om een beest te worden, ja, mensen. Ja, dat is echt wel een heel leuke reis. Een heel leuke, Het is eigenlijk een verandering geweest die je wou doen door het feit dat je wat molliger was. Ja, ja, ja. En die verandering heeft er ook voor gezorgd dat je daar ineens een bepaalde liefde voor hebt ontwikkeld. Exactly. Want ik deed eigenlijk in het begin helemaal niet graag. Ja, ja. En ik geloof dat niet iedereen het heel graag doet, ja, zeker klopt, in het begin. Klopt, zeker. Best. Want het was echt wel zweten en soms met tegenzien. En dan denk je van fuck, ik heb er helemaal geen zin meer in. Maar het is echt aandoenend dat ik er echt liefde voor heb. Voor heb gecreëerd eigenlijk, voor heb opgebouwd. Ja, nice man, nice sowieso. En dan dacht ik van oké, weet je wat, ik zie ook heel veel mensen ermee struggelen. En ze weten niet altijd hoe ze zich maar te werken te gaan met fitness, of hoe ze, wat ze moeten eten, of hoe ze zich maar moeten trainen. Ja, ja, ja. En zo verder. Dus dat ik bij mezelf van... Ik ga de mensheid een beetje verder. Voilà, want ik weet heel veel jongeren die ook heel graag gewoon willen afvallen, maar ze weten gewoon niet hoe of wat ze moeten doen. Ja, ja, ja. Of bijkomen in spiermassa. Ja, natuurlijk. Kennis moet er wel zijn. Voilà, de kennis moet er zijn en ik heb die ook gewoon opgedaan door met verschillende mensen in samenwerking te zijn geweest. Hè. Ja. Dus ik van oké, weet je wat? Ja, ik wil dat wel doen. Ja, ja, ja. En dat is ook gewoon puur uit passie, dat is ook gewoon omdat je dat graag gewoon doet. Wil je dat gewoon delen, omdat je er zoveel liefde voor hebt, snap je? Oké. Dus zo is dat voor mij. En werk je dan echt met een vaste tarief of zo? Of heb je bepaalde programma's? Of, hoe moet ik dat juist zien? Of is dat per uur? Of, Het is eigenlijk zo dat we eigenlijk, ben er een beetje vanaf hoeveel keer dat je in de maand gewoon met mij traint. Dus stel, het aantal keer dat iemand bij u komt trainen. Ja, dus stel bijvoorbeeld, zeg maar iets, jij komt bij mij trainen. Ja. En ik zeg maar, kijk, Tarik, we gaan sowieso 4 keer in de week trainen. Ja. Dan ga ik je waarschijnlijk zo'n bedrag vragen van waarschijnlijk zo'n 150 100 euro. Dus eigenlijk helemaal niet zoveel. Oké. Okay. Maar elke training is eigenlijk wel puur gebaseerd op uw doelstelling. Dat is echt persoonlijk. Ja, op mijn doelstelling. Dat is echt persoonlijk. Persoonlijk. Ja. Maar ik ook gewoon natuurlijk ook een voeding- en trainingsschema voor u maken. Die je kunt navolgen, want ik er bijvoorbeeld niet zijn. Ja. Maar ik kan je altijd in het begin begeleiden met hoe je die oefeningen moet doen, wat je moet eten. Ja. En ja, dan kun je het taak ook gewoon met jezelf zelf een beetje volgen en zien wat je moet doen. Maar in het begin is het zeker best de bedoeling dat je echt wel een beetje leert weten hoe dat je te werk moet gaan, wat je moet eten, hoe dat je moet trainen, enzovoort. Ja. En dan op een duur is het dan natuurlijk ook de bedoeling dat je op je eigen gewoon alles kunt opbouwen, want ik ga daar niet altijd voor je zijn natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik ga niet altijd een handje vasthouden, maar nee man, het is echt de bedoeling om dus echt gewoon u eigenlijk aan te leren hoe het juist werkt of wat je juist moet doen om je doel te realiseren. Voilà, dat is hoe het een beetje werkt. En stel nu dat ik kast zou willen worden, jij weet, kan wel wat bijkomen, maar hoeveel tijd zou je daarvoor nodig hebben? Dus dat je zoiets hebt van oké, geef me zoveel tijd en ik maak van u een beest. Goh, denk er vanaf hoe bezig of hoe breed dat je wilt zijn natuurlijk. Maar als ik bijvoorbeeld zou zeggen van kijk, ik wil bijvoorbeeld 20 kilo bijkomen in spiermassa, ga ik je sowieso wel minstens een anderhalf jaar moeten vragen. Dat sowieso wel. Anderhalf jaar. Ja. 20 ja. kilo met spiermassa. 20 kilo spiermassa. Ja. Waarom? Omdat iedereen ook een beetje een verschillende soort lichaam. Ja. De ene is endomorf. Ja. De andere is mesomorf. Dus dat betekent dat je zeg maar heel slank bent en niet makkelijk bijkomt. Ah ja, oké. Dus dat je eigenlijk extra moet eten om bij te kunnen komen. Dan heb je ook gewoon mesomorfs, dat zijn gewoon mensen die eigenlijk gewoon van nature eigenlijk heel breed zijn.
en eigenlijk met gemak eigenlijk heel die niet veel nodig hebben. Niet veel nodig hebben om bij te komen. Eigenlijk. Ja. Dus daar moeten ze eigenlijk gewoon niet veel voor doen. Want hun lichaam is zelfs zodanig eigenlijk zo ontwikkeld dat ze niet veel tijd meer moeten doen of moeten nemen om eigenlijk te kunnen groeien. Ja, ze moeten eigenlijk minder moeite doen om... Ik kan niet zeggen minder moeite, ze moeten wel letten op hun eten, want ze kunnen heel snel bijkomen. Ja, ja, tuurlijk, ja, klopt. Dus het is eigenlijk een tegenovergestelde van, van een persoon die dan veel eten nodig heeft om te kunnen groeien. Ah ja, dat is oké. En dan heb je ook gewoon mensen die echt gewoon heel breed zijn, dus mensen die wel zwaarlijvig zijn. Ja, ja. Ja, die komen natuurlijk ook heel snel bij, maar ze moeten ook wel letten op wat ze eten. Want het kan ook gewoon zijn dat ze van nature gewoon zo breed zijn, zonder het feit dat ze ook gewoon hebben gegeten of veel eten als persoon. Dus daar moet je ook allemaal op letten. Dus het hangt een beetje vanaf van wat voor soort bodytype die je gewoon hebt. Ja, op basis van die specificaties kan ik weten van oké, weet je wat, het gaat waarschijnlijk een termijn van een jaar nodig hebben. Het gaat misschien anderhalf jaar nodig hebben, het gaat misschien een jaar nodig hebben. En zo kun je gewoon verder. Ja. Oké. Ja. Interessant inderdaad. Hè. Het is inderdaad wel te merken dat je daar wel genoeg over weet. Ja bro, het is ook gewoon puur een passie. Bro. Ik doe het heel graag, ik help heel graag mensen. Dat is het beste. Dat is het beste bro. Als je hobby en je werk ook je passie is, dan kun je beter niet hebben denk ik. Dat is het beste bro. Dan voelt het gewoon niet aan als werken bro. Je doet gewoon je ding. En je bent toch gewoon blij met wat je doet. Ja. Je hebt ook gewoon mensen, je hebt er voldoening aan, snap je? Ja, dus het kan niet beter, bro. Ja, man. Heb jij nog verdere plannen wat dat betreft? De personal coach thing? Het is natuurlijk de bedoeling om eigenlijk onze brand gewoon uit te breiden. Want we gaan ook binnenkort onze kledingslijnen uitbrengen. Oké. Maar ik ben daar nog in samenwerking mee. Dat is een beetje momenteel stilgezet door corona. Ja. Maar eens dat voorbij is en dat het echt helemaal terug toegelaten is om in de gym te gaan werken en te gaan trainen, dan gaan we er zeker best wel werk van maken om erin te groeien. Een sportieve kledinglijn, trainingspakjes, petjes. Echt gym gear eigenlijk. Gym gears, tanktops. En zo verder bro. Maar voorlopig is het gewoon trainingspakken, tanktops, shortjes en dat zit voorlopig. Oké, man. Ja. Nice. Ja. Ik kijk er naar uit eigenlijk gezegd. Ik kijk er ook graag naar uit. Om te zien hoe dat het eruit ziet. Dus als het zover is, dan zie ik het graag. Hoor. Ik kan niet wachten, bro. Ben ik even benieuwd zoals jou, man. Ja, man. Dus man. Dus ja broer, uiteindelijk, dus dat is iets waar jij heel goed mee bezig bent, maar uiteindelijk is dat niet het enige. Hè? Dat is niet het enige bro. Dat is niet het enige waar jij mee bezig bent. Nee. Bezige nee. bij. Hè? Ik ben een bezige bij, je kent mij. Dus, broer, jij hebt ook ondertussen denk ik twee boeken uitgebracht. Klopt. Maar jij bent bezig aan een derde boek, als ik me niet vergis. Een derde boek, klopt, ja. Dus kunt jij daar eens wat meer over vertellen? Hoe dat tot stand is gekomen, hoe jij daar bent opgekomen om een boek te schrijven? Het is eigenlijk iets waarmee ik al een tijdje mee bezig was geweest. Ja. Dat heet eigenlijk de Forex-markt. Dat is eigenlijk de grootste financiële markt ter wereld. Okay. Dat is eigenlijk de markt waar zeg maar, de meeste financiële instellingen bezig zijn. Dus banken, pensioensparen, verzekeringen in het algemeen. Ja. Zijn er allemaal mee bezig. Ze maken eigenlijk gebruik van hun geld om extra geld te maken. Ah ja, okay. Maar niet veel mensen weten dat. Oké. Okay. En zo gaat dat eigenlijk in? Dat is eigenlijk gewoon puur eigenlijk het traden van valutaparen. Dus zeg bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Dat is altijd een paar dat je koopt of verkoopt. Dus bijvoorbeeld een paar euro USD. Yeah. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk gewoon een paar die je altijd in samenhoring hebt. Dus als je bijvoorbeeld een euro USD paar koopt, koop je eigenlijk de euro ten opzichte van de dollar. Ah, oké, zo. Op die manier. Voilà. Yeah. Maar dan verwacht je wel dat de dollar dan zakt. Yeah. Omdat je nu al koopt, omdat je verwacht dat die euro gaat stijgen. Ah ja, zo op die manier. Ja. Voilà. Dus ik weet dat dat een beetje ingehugeld is, maar ik heb er alleszins een boek over. Dus, Oké, ik heb er een boek over, want voor mij lijkt dat nu ook een beetje Chinees. maar je hebt er een boek over inderdaad. Ik heb er een boek over, dat heet Black on Forex Trading. Oké. Super op onze site, blackontrading.com en ook op bol.com trouwens. Oké, ook op bol.com. Ook op bol.com, ja, we zijn er gewoon. Dus ik kan gewoon, als ik wil, die boek opzoeken op bol.com en ik kan die gewoon direct bestellen? Direct, bro. En hoe snel is dat dan bij mij?
Waarschijnlijk ja, binnen een dag. Binnen een dag. Oké, nice. Voor iedereen die graag wil beginnen met beleggen, dat behoort tot beleggen zeker. Beleggen, ja. Okay. Beleggen op de financiële markt. Ja, ja, ja. En daar zit dat echt gewoon alles mooi en duidelijk, in mensentaal natuurlijk, uitgelegd. Heel makkelijk uitgelegd. Het is niet moeilijk uitgelegd. Het is niet alsof je zeg maar elk minuut of elk moment moet gaan uitzoeken wat dat betekent of hoe het werkt. Ja. Nee, het is heel duidelijk en in mensentaal uitgelegd. Dus zeker doen. Ik ga dit ook zeker aan om het te gaan halen. Ik heb persoonlijk ook al heel veel positieve feedback erover gekregen. Dus, okay. Ik wens ook enkel iedereen het beste toe. Want ik wil iedereen wel gunnen om iets te kunnen creëren van hun eigen leven. En daarom dat ik dit boek ook heb uitgebracht. Ja, ja, ja. En ja, het tweede boek natuurlijk, dat is Black on Crypto. Dat is, crypto. Ja, dat is wel een redelijk serieuze hot topic de laatste tijd, toch? Ja, ik hoor inderdaad wel heel veel over crypto in deze tijd inderdaad. Dus dat is wel iets waar mensen precies wel interesse in hebben. Echt geïnteresseerd in zijn, precies inderdaad. Dus daar heb jij ook een boek over? Daar heb ik ook een boek over. Ja. Die is trouwens al lang sinds 2 maanden geleden, anderhalve maand geleden eigenlijk uitgebreid geweest. Oké. Er zijn momenteel al 80 exemplaren verkocht daarvan. Oké, nice. Dus het is wel al heel goed bezig. Ja. En ja, als het nog zo verder gaat natuurlijk, gaan we wel beginnen aan onze tweede druk. Want we hebben er momenteel 100 exemplaren eigenlijk letterlijk uitgedrukt. Ja. Maar er zijn al momenteel nog, wacht hè. Als ik ben niet vergis, nog elf exemplaren die nog voorbesteld zijn geweest. Dus die moeten toch nog geleverd worden. Okay. Dus in principe hebben we nog maar 9 over. Ja. Maar ze hebben ook wel werk van aan te maken om te herdrukken. Aan het tweede drukken. Ah ja, oké. Okay. Ja, want het is best wel een succes eigenlijk. Wel, ik had dat helemaal niet verwacht hoor. Ja. Maar ja, misschien is het ook gewoon het juiste moment, ik weet het niet. Ja. Omdat iedereen er bezig is. Het is inderdaad wel sowieso een hot topic op deze moment. Hè? Voilà, dus. Sowieso. Maar het is niet dat jij, dat jij eigenlijk dat boek hebt geschreven omdat het een hot topic is, of? Helemaal niet, bro. Dus jij was er eigenlijk al daarvoor. Ik was er eigenlijk al daarvoor aan mee bezig. Ja. En het zotte is, toen ik dat boek had uitgebracht, toen begon echt Bitcoin serieus opnieuw te komen. Van ah ja, het is nu 30k, het is nu 50k. Ja, ja, ja. Dus, met die recordhoogtes en zo. En toen wist ik van, oh wauw, hoezo breng ik nu uit mijn boek uit en beginnen er deze over te praten. Ja, maar ik zei het ook bij veel mensen dat ze zeiden van, oh, amai crypto, kijk cool hoe dat werkt, maar hoe werkt dat eigenlijk? Ja. Veel mensen hadden er interesse in, maar ze wisten niet hoe ze er echt mee onderweg moesten gaan. Ze hadden er niet echt informatie over. Voilà, en ik heb ook gewoon die opportuniteit kunnen nemen. Ja. Om er werk van te kunnen maken, omdat mensen, eigenlijk gewoon mensen te geven wat ze nodig hebben. Ja. En daarom had misschien daarom ook het boek eigenlijk zoveel succes heeft gehad. Ja, nice man. Dus, sowieso. Dat had ik helemaal niet verwacht natuurlijk, maar sowieso man. Echt krijgt broer. Ja, ja, dat is inderdaad, echt krijgt, sowieso. Dus man. En dan ben je nog bezig met een derde boek, denk ik, ja? Mijn derde boek, het is dan weer over iets anders? Dat is eigenlijk puur gefocust op aandelen. Oké. Okay. Aandelen, dus Black on Crypto on Investing heet het eigenlijk. Oké. Okay. Waarom eigenlijk Black in Crypto? Als ik Black on Crypto, dat is eigenlijk eer. Dus ons groep, ons bedrijf eigenlijk. Ja. Dat heet eigenlijk gewoon Black on Trading. Ja. Oké. Okay. En het houdt eigenlijk gewoon in dat we allemaal gewoon zwarte mensen zijn. Oké. Okay. Maar we hebben allemaal een financiële achtergrond. Oké. Okay. Allemaal hebben ze gestudeerd. Anders zijn ze allemaal gewoon bezig op de forexmarkt. Ja. Dat is ook trouwens de reden waarom wij ook gewoon dat hebben gekozen. Ja. Dat we allemaal daarmee bezig zijn, met financiële zaken. En dat is eigenlijk wel best gek, want die kinderen, die mensen eigenlijk helemaal niet. Ze waren ook niet helemaal van Antwerpen. Okay. De ene woont in Wevelgem, de andere woont in Beringen, de andere woont in Wommelgem. En dat is echt gewoon apart. Ik heb die allemaal leren kennen. Ben je dan met hun in contact gekomen? Ik ben eigenlijk in contact gekomen, wat eigenlijk heel grappig was. Eigenlijk, via een vrouw. Oké. Okay. Via een vrouw die eigenlijk interesse in mij had. Oh! Interesse in mij had. En die vrouw zei ze van, kijk, ik zie dat je ermee bezig bent, maar ik ken ook een andere persoon die er ook mee bezig is. En dit ook een groep die daarmee bezig is. Oké. Okay. Ah, kijk, okay, cool. En, ja, maar het zijn Afrikanen. Ah, serieus? Huh, Afrikanen die ermee bezig zijn met deze? Huh, dat kent toch niet? Ja, nee, maar inderdaad, ze zijn er al even mee bezig en zo. En ik
zei van, kijk, oké, weet je wat, geef mij gewoon je gegevens, ik ga me ermee, ik ga er gewoon contact mee opnemen en dan ga ik gewoon ermee praten. Okay. En met de tijd door eigenlijk hebben we gewoon gekozen van, kijk, we hebben dezelfde interesses, yeah. We willen dezelfde activiteiten uitoefenen, yeah. We dachten gewoon van, kijk, we gaan er gewoon werk van maken en gewoon samenwerken. Yeah, yeah, en zo naar de aanval, oké. En daarnaast leren we ook gewoon van elkaar, snap je? We leren gewoon van elkaars fouten, van elkaar beleggingen. Ja. En het was ook gewoon mooi omdat we allemaal een beetje dezelfde visie, normen en waarden hadden. Eigenlijk okay. Het feit van dat wij eigenlijk voor onze gemeenschap wilden betekenen. Ja. En dat okay. Was eigenlijk iets dus zo is dat tot stand gekomen eigenlijk. Zo is dat tot stand gekomen. En nu hebben we ook gewoon een groep op WhatsApp, Instagram, ja. Noem maar op. Okay. En we bespreken dingen samen. Oké, nice. En ja. Okay. Wekelijks meetings, ja. Zo van die dingen. Oké, okay, nice. Jij wordt bezig met uw laatste of uw nieuwste boek. Ik ben momenteel nog steeds bezig met dat boek, want we zitten nu, als ik ben niet vergis, aan pagina 22. Ja, over aandelen. Over dus aandelen. Dat gaat alleen over aandelen? Of, nee, over aandelen, over ETF's, over turbo's. Oké, okay. Dus verschillende, over verschillende financiële instrumenten. Zaken waarin we kunnen beleggen eigenlijk, om voilà. Het een beetje makkelijk uit te leggen. Voilà, ik wil het eigenlijk gewoon, het is vooral de bedoeling voor ons, als groep dan, ja. Om het voor iedereen eigenlijk gewoon gemakkelijk te kunnen maken. Ja. Om financiële termen te kunnen begrijpen en te kunnen gebruik van kunnen maken. Ja. Of het nu crypto is, of de forexmarkt, ja. Of de aandelenmarkt. Want het is niet altijd heel evident voor iedereen. Ja, klopt. Iedereen moet er wel in investeren. Ja, die kennis is belangrijk sowieso. Ja, dus, als je die kennis niet hebt, dan... Snap je, bro. Dus, dan wordt het heel moeilijk. Dan wordt het heel moeilijk, want het is eigenlijk echt iets dat niet altijd op school wordt geleerd. Ja. Echt zo financiële kennis. Over hoe dat je echt moet beleggen, dat wordt niets. Klopt. Gegeven, hè, bro. En okay. Ik wil ook gewoon op basis van mijn boeken het voor de gemeenschap, voor iedereen, zwart, blank, ja. Bruin, maakt voor mij niet uit. Ik ga niemand uitsluiten of zo. Ja. Het is eigenlijk puur eigenlijk jou de mogelijkheid te kunnen geven om ook te kunnen denken aan jouw toekomst. Ja. En okay. Op lange termijn. Want ik weet van mezelf, ik ben de eerste van mijn generatie die hier in België is. Dus ik dacht van, weet je, ik wil gewoon iets creëren, maar ook mensen de mogelijkheid kunnen geven om iets te kunnen opbouwen. Want ja. Onze ouders ja, die zijn gewoon hier gekomen, dat waren migranten. Ja. En die hebben niet gelijk dezelfde opleiding gekregen zoals wij hadden, snap je? Ja, ja, klopt. Ze zijn gewoon gelijk gekomen, ze hebben gewerkt, ze hebben hun rug kapot gemaakt. En, ja, man. En dus, ze hebben gewoon alles gedaan om ons gewoon te kunnen geven wat wij wouden. Zeker, snap je? Man. Dus, ze hebben inderdaad de onderste uit de kast. Snap je, broer? Dus ik dacht van, kijk, nee. Oké, okay, we zijn de eerste generatie, maar dat wil niet zeggen dat ik er niets voor moet doen. Ja. Dus ik dacht van, kijk, nee, ik wil echt gewoon iets betekenen. Dat betekent niet enkel voor mezelf, maar ook gewoon voor iedereen die er gebruik van kan maken, snap je? Ja. En gewoon iets opbouwen voor je eigen bro, want het is niet gemakkelijk, leven is niet gemakkelijk, bro. Ja, bro, echt goed bezig, man, sowieso. Echt goed bezig. Ik doe mijn best, bro. Zijn er nog andere dingen waar jij mee bezig bent ofzo? Dus heb je nog projecten waar jij mee bezig bent? Dus ja, oké, jij bent nu bezig met deze boek. Maar je hebt ook volgens mij een primeurtje gegeven dat je bezig bent met kledinglijn. Ja, maar ik heb echt heel veel aan de hand, bro. Ik heb echt heel veel aan de hand. Zelf met dit, bijvoorbeeld met onze groep. Ja. We gaan... ik mag het normaal niet echt vertellen. Ik ga maar een paar zaken vertellen, want okay, we gaan met veel dingen bezig en over aan het discussiëren. Een paar dingen moet jij wel kunnen zeggen. Maar, voilà. Maar we gaan sowieso een podcast starten. Podcast, oké, okay, nice man. Over financiën, dus over het spreken van trading, crypto trading, okay. Forexmarkt en on investing en zo. Oké, okay, en dan nice. Kunnen mensen ook gewoon letterlijk volgen en gewoon luisteren terwijl ze iets anders bezig zijn. Ja. Kunnen ze gewoon luisteren en begrijpen van hoe zit dat nu allemaal in elkaar en hoe werkt dat juist. Dus het is ook gewoon een opportuniteit om eigenlijk gewoon ideeën uit te wisselen. Ja. En dat ga ik gewoon nog doen met mensen die er kennis hebben. Ja. Onder andere onze eigen groep. Ja. Maar ook gewoon mensen die er af en toe eens aan willen deelnemen of af en toe eens hun eigen ervaringen mee willen delen. Ja. En dan wordt er gewoon gesproken over kennis een keer zijn over aandelen of een keer over crypto of een keer over
ja, over de forexmarkt. Dus, oké, okay, nice man. Dus ja, daar gaan we mooi, zo. Mooie vooruitzichten. Ja. Bro, heel veel man. Ja. Ik weet niet hoe het komt, maar volgens mij komt het gewoon door de corona. Man. Nee, maar dat klopt, wat jij zegt, klopt echt wel. Tijdens corona zijn er wel meer mensen opgestaan. Mm-hmm. Die zijn beginnen nadenken over hun toekomst en wat ze juist willen doen. Dus snap je, bro. Ik kan er zeker mee. Maar ja, dat is dan een positief effect van corona. Hè? Ja, bro, dat wel. Snap je, we hebben veel miserie gehad. Dus als er nog iets positiefs uit voortgekomen is, dan kan dat alleen maar positief zijn. Zeker vast, zeker vast, bro. Zeker vast, bro. Oké, okay, man, sowieso. Het is echt wel. Ja, het is echt. Is er naar boven gekomen? Ja. Maar het is ook naar boven gekomen door in samenwerking met verschillende mensen. Ja, ja. Te praten, te netwerken en ja. Snap je? Je kunt altijd, er zijn altijd veel mogelijkheden, er zijn veel dingen die je kunt doen, ja. Zeker met ons groep en ja, ja, er ja. zijn veel branden samen, dus ja, ja. We kunnen gewoon brainstormen. Oké, okay, nice man, nice. Sowieso, we zullen het hierbij afronden, dus okay. Ik wil je sowieso bedanken voor mee te doen aan deze informatieve sessie, zal ik dat maar noemen. Dat is heel graag gedaan, maar met plezier. En ik heb u trouwens al heel lang niet meer gezien. Dus ja, het is man, heel klopt. Plezier om u te zien. Sowieso, sowieso. En hoop ik zie ik je nog heel snel. Zie je dingen nog? Zie je nog Slijman en zo? Of, Ja. Ik zie hem wel af en toe inderdaad, klopt. Ja? Af en toe zie ik hem inderdaad ook. Nog steeds Barça fan? Ja, al die Nederlagen. Inderdaad. Je blijft een diehard Barça fan. Ja, klopt inderdaad. Zelf al gaat deze gaat missen, je blijft gewoon diehard. Ja, man. Ja, tuurlijk. Ja. Diehard fans die blijven sowieso. Ja, broer. Oké, okay, sowieso. Dus voor de mensen die deze hebben gezien, ja. Ik zit hier sowieso een tag naar Cedric, a.k.a. Mr. Mangbao Muscles. Yes, dus, yes. Als jullie vragen hebben over personal coach of crypto of aandelen of algemeen gewoon beleggingen, mm-hmm. kunnen jullie altijd bij hem terecht. En, zeker en vast. Ik zou jullie graag willen bedanken om te kijken naar deze aflevering. Cheers.